je nu ziet dat B2B merkt met een situatie als corona, dat je website niet alleen meer een visitekaartje is, waarvan je gewoon de contactgegevens kon vinden en dat was al prima. Want de mensen kenden je merk toch al, dus ze gingen toch al naar je website toe. Een expert deep dive sessie en dit keer niet met de minste, Dennis Stokman. En we gaan het hebben over B2B influencer marketing. Welkom Dennis. Ja, dankjewel Jordi. Dankjewel. We kennen elkaar goed. Kunnen we ook wel vertellen dat we samen Hulk doen. Ik ben in 2017 begonnen en eind 2019, vorig jaar, ben jij erbij gekomen. En voor degene die Hulk nog niet kent, mag jij het pitchen dit keer. Wat is Hulk? Ja, Hulk is een contentplatform waar twee partijen bij elkaar komen. Aan de ene kant heb je adverteerders die naastig op zoek zijn naar, ja, noem het bloggers, influencers. Aan de andere kant heb je de bloggers en influencers zelf, die noemen we publishers. En die brengen we bij elkaar op één platform, zodat ze hun samenwerking kunnen beklinken. Ja. En daartussen zorgen wij ervoor dat de techniek er is om dat te realiseren. Yes, echt als een platform. En het is meteen goed om even de nuance aan te brengen en eigenlijk de verschillen met B2C influencers. En we noemen dus ook echt B2B influencer marketing. Omdat het niet per se is een meisje dat op de foto gaat met een paar gesponsorde schoenen. Nee, het is niet een TikTok platform waar je de hele dag selfies van jezelf aan het maken bent. Nee. Het is echt gesponsorde content. Ja. Van niveau wat inzetbaar is voor B2B bedrijven. Juist. En dus vooral websites, ook wel social media. Ja. En wat voor type websites? Kun je een paar noemen? Heb je voorbeelden? Ja, zeker. Nou ja, je hebt een hele uiteenlopende range van gewoon echt mensen die een platform hebben die schrijven over een hele specifieke tak van sport. Dus bijvoorbeeld over huizen, over bouw, over geneesmiddelen, over business trends, dat soort zaken. En aan de andere kant ook gewoon hoogwaardige labels die je zelf ook wel kent. Sprout, HP De Tijd. Gewoon echt magazines die je op het gebied van B2B zelf ook zou kunnen lezen. Ja, en dus is het eigenlijk een versneller van het hele proces. En het is ook een beetje disruptief, want wat je wel hebt is dat je veel van dit soort content vroeger inkocht via mediabureaus. En waar je met Hulk dus, of met het platform, ervoor zorgt dat je direct bij de bron inkoopt. Ja. Dus je kan gewoon, stel dat jij een artikel op Sprout wil, dan heb je normaal te maken met een reseller en een reseller en een reseller. Ofwel iemand die je hele strategie uitdenkt, wat in principe ook een prima methode is. Kan je met deze methode, als je je strategie al hebt staan, in één keer pluggen en zeggen van joh, luister, ik wil graag een artikel hebben over de nieuwe lease trends die gaande zijn voor 2021. En die kan je dan in één keer laten publiceren op zo'n label. Juist, oftewel de middleman wordt overgeslagen. Ja. Jij bent dagelijks mee bezig. Wat zijn nou, zie ons, ja, ik ben een beetje op zoek naar rode draad, of eigenlijk trends bij B2B influencer marketing. Zijn er nou echt hot topics of speciale bloggers die echt populair zijn nu? Ik denk dat je daar een stapje voor terug moet zetten en niet zozeer alleen kijken naar de labels of de trends van die specifieke labels, maar meer naar de trend die in de markt gaande is. Ja, dat is. Dat je nu ziet dat B2B merkt met een situatie als corona, dat je website niet alleen meer een visitekaartje is, waarvan je gewoon de contactgegevens kon vinden en dat was al prima. Want de mensen kenden je merk toch al, dus ze gingen toch al naar je website toe. Zie je nu dus dat het veel meer als een lead machine wordt ingezet. En dat je dus ook een funnel moet gaan bouwen binnen je B2B online strategie. Ja. En dat vergt een totaal andere aanpak dan de aanpak die ik zojuist beschreef, als je gewoon alleen maar namensbekendheid hoeft te creëren. Ja,
En omdat de orders ook groter zijn, kun je uiteindelijk... Ja, de funnel is ook meer waard. Elke stap is meer waard. Dus een klein beetje bezoekers kan al, als het maar de juiste bezoekers zijn, kan al heel veel waard zijn dus. Exact. Kijk, als je qua B2C bijvoorbeeld stel dat jij een pasjeshouder wil kopen, dan is de transactiewaarde van dit pasjeshouder is misschien €90. Zijn we allemaal gewend. Je gaat naar Google toe, je toetst in, pasjeshouder. Je denkt, oh ja, wie verkopen dat eigenlijk? Oh, dan zie je bol.com staan en nog wat andere aanbieders. Ja. En dan klik je op die website en dan verdiep je erin of koop je meteen. Dat zijn natuurlijk de twee alternatieven die je hebt. Ja. Ja, bij B2B is die funnel, die wordt niet direct geactiveerd op het gebied van kopen. Mm-hmm. Je hebt veel meer de behoefte om informatie in te winnen, want jouw probleem is waarschijnlijk niet met één druk op de knop daadwerkelijk opgelost. Ja. Als je dan in de schoenen gaat staan van die B2B online marketeer, die zal zich dus gaan richten op die totale customer journey. En die customer journey is niet zo snel mogelijk de winkelwagen in. Nee, die customer journey is die klant vastpakken en goed informeren over jouw oplossing voor zijn probleem. Ja, dat is dan het product of de dienst die je daadwerkelijk biedt. Juist, ja. Dat is een trend die gaande is. Vroeger was de verdeling 10 vertegenwoordigers, 1 marketeer. Je ziet nu 5 marketeers, 5 vertegenwoordigers. En dat betekent dat die rol van die marketeer veel belangrijker is geworden, omdat die dus al heel veel prospecting doet voorafgaande aan het moment dat de salespersoon of de consultant met zo'n klant in contact treedt. Ja. Ja, en niet alleen prospecting, merk ik bij onszelf als B2B Growth Hacking Agency, maar natuurlijk ook dat het vaak ingezet wordt als sales nurturing. Dus echt het opvoeden van je klant als je al bekend bent. Is dat ook iets waar je influencers voor zou kunnen gebruiken om gewoon overal kenbaar te worden, bekend te worden? Ja, ik denk dat als je kijkt naar die B2B influencermarkt, dan kent het twee doelen. Eén, ouderwets, het beïnvloeden van Google. Google is een algoritme en die werkt op basis van een aantal criteria. Eén daarvan is hoe populair je bent op het internet, hoe betere positie je in de zoekmachine krijgt. Daar zet je in eerste instantie B2B influencer marketing voor in. Ja. En zoals ik al zei, dan heb je te maken met mooie titels en daar goede journalisten die een stukje over jou schrijven. Ja. Aan die andere kant publiceer je natuurlijk ook op die verschillende labels. En die verschillende labels die hebben daadwerkelijk lezers. Hè? HP De Tijd ken je zelf ook wel. Ja, daar kan je op geabonneerd zijn. Je zou in het FD op geabonneerd kunnen zijn. Op het moment dat jij dat leest, word je natuurlijk ook getriggerd om iets te kunnen gaan doen. Omdat je dat informatie krijgt. En dat geldt vooral voor online magazines, waarbij het vooral echt om veel bezoekersaantallen gaat. En niet zozeer hoge linkwaarde, maar meer echt de echte sessies en misschien ook wel kliks die dat oplevert. Ja, nou ja, ik denk dat een Sprout, als jij een ondernemer bent, dan ben je geabonneerd op hun nieuwsbrief, dan ben je geabonneerd op hun website, dan kijk je daar, dan lees je dat. Maar ook bijvoorbeeld een e-murse. Hè. Bijvoorbeeld bij ons in de markt is e-murse toonaangevend op het gebied van informatie voorzien. Je kan via Hulk ook een artikel inkopen op e-murse. Ja. En daar bereik je dan de daadwerkelijke eindgebruiker mee. Ja, en dat hoeft dus niet meteen kliks op te leveren, maar kan dus ook, dat is dus echt die beïnvloeding, dat kan dus ook gewoon ervoor zorgen dat het zaadje vast geplant wordt, of dat het net dat laatste setje is dat je nodig hebt, omdat je Hulk, Blauw Monsters of Red Panda Works ook constant voorbij ziet komen. Exact. En ik denk in B2B, als je kijkt naar het vraagstuk van B2B, moet je op het moment dat het relevant is, moet je top of mind zijn. Dus als we kijken naar een vraagstuk als online marketing, ik denk dat je heel veel berichten gedurende je werkperiode negeert, omdat je niet openstaat. Maar op het moment dat je dus wel zegt van, hey, ik zoek een online marketingbedrijf, dan kan dat best zijn dat je daarmee bezig bent, dat je Sprout leest of dat je HP De Tijd leest. En ik denk, hey, wacht even, hier staan de SEO-trends van 2021. Oh, die zijn toevallig geproduceerd door Blauwe Monsters.
Ja. En dat je denkt, oh ja, die gasten die snappen er wat van. Oké, okay, wacht even, ik ga hun meenemen. Want het is niet, je kiest niet op één partij. Maar ik neem hun mee in mijn daadwerkelijke beslissing welke online marketingpartij ik ja. ga gebruiken. Ja, ik vergat er even te zeggen bij de introductie. Blauw Monster, het woord is twee keer gevallen. Maar het is jouw CEO agency, online marketing agency. Ja. En merk je daar nou, anders gezegd, kun je hulp inzetten als agency? Maak je zelf gebruik van hulp? Oh, absoluut. Absoluut. Kijk, wij hebben elkaar ooit leren kennen, wij twee, doordat ik een campagne zelf gestart was op Hulk. Ja. En toen ging dat ook over iets van een ontwikkeling op het gebied van SEO. En kocht ik gewoon via jouw platform een artikel in. En het beviel me heel goed, waardoor ik werd getriggerd. Hey, dit is wel een interessante markt om exposure te creëren. Nou ja, en uiteindelijk, jaren later, leidde dat ook tot het samenwerken wat we nu dagelijks doen. En inderdaad, als je nu, jij zit beter in de cijfers, als je kijkt naar waar staat Hulk nu? Hoe groot is het en hoeveel actieve gebruikers kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Kijk, je hebt twee kanten. Dat is dus marketeers en je hebt publishers. Qua publishers zitten we nu rond de 4000. Dat is wel B2B als B2C. Hè? Dus dat zijn labels waar je je content op kan plaatsen. Ja. Aan de publisher kant... aan de adverteerderskant zitten we volgens mij rond de 3000 marketeers die er actief gebruik van maken. Juist. In Nederland. Dus er zitten ook veel passieve gebruikers in, maar er zijn 3000 actieve gebruikers. Ja, precies. En dan niet die eenmalig een accountje aangemaakt hebben, maar die, laten we zeggen, een paar keer per maand wel er doorheen gaan om te kijken wat ze kunnen kopen. Wat er momenteel dus aan editorials, bloggers en andere influencers doet. Ja, je ziet veel dat bureaus het gebruiken. Die maken gewoon een lange termijn strategie voor hun merk. Stel dat je voor een bekende lease-automaatschappij werkt. Dan kan ik me voorstellen dat je continu influencers inzet om je product ook te pushen. Nou, dan zit je vaak met een agency. En die agencies die maken gebruik van het platform om daar te zoeken en daar uiteindelijk tot een deal te komen. Ja, want ook voor hun is het gewoon de snellere weg dan iedereen gewoon handmatig benaderen. Ja, kijk, het handmatig benaderen is ook, je moet ook op de juiste plek zijn. En dat is wat het lastig maakt. Dus stel dat ik heb HP de tijd, bij wie moet ik zijn? Dat is onderdeel van een heel groot mediabedrijf. Ja, dat ga je niet vinden. En als je op de knop adverteren klikt, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan krijg je vaak prijzen waar je gewoon, lichtelijk een beetje misselijk van wordt. Of duizelig in ieder geval. Ja, precies. Hulk is marktwerking. En daar zijn de prijzen ook automatisch. Ja. En de publisher vindt het gewoon weer heel prettig. Want het is gewoon deals doen. En niet alleen maar praten. Ja. Dus de publisher die vragen er ook minder voor. Omdat ze gewoon veel minder werk eraan hebben. Het is click and play. En over prijzen gesproken. Wat is de prijsrange? Waar moeten we aan denken als we willen adverteren? Ja, ik denk dat het begint vanaf €250 voor een blog. Dan heb je een leuke blog op een business trends georiënteerd platform. Waar wel wat Google-waarde op zit, SEO-waarde op zit. En waar een beetje verkeer op zit. Tot aan de wat premium labels. En dan kan je dus aan een Sprout en aan een HP de Tijd. Moet je ongeveer aan een €750.000 per publicatie rekenen. Ja. En ook zij hebben weer pakketten waarbij ze zeggen, nou, je koopt het artikel, maar we kunnen het ook verspreiden in de nieuwsbrief van Sprout. We kunnen het ook nog op de social media kanalen. Ja, dus pakket. Je kan er wat opplussen. Maar... Ja, precies. In een pakket zou dan €1000 of afgerond. Precies. De €1500 heb je een leuk maandpakket. En je kan ook gewoon variëren daarin. En je kan ook continu terugkomen. Je kan ook zeggen, doe iedere 3 maanden doe ik een artikel op dat medium en plaats ik het. Ja, precies. Alright. Hoe anders is de Nederlandse markt ten opzichte van buitenland? En lopen voorop, achterop, hoe ontwikkelt het? Ja, ik denk het makkelijkste af te zetten als ik het afzet ten opzichte van de Duitse markt. Waar we met Hulk waarschijnlijk ook volgend jaar actief gaan worden. De Nederlandse markt ligt qua digitalisering voorop. Ik las vorige week een onderzoek voor het thuiswerken dat we de
één na hoogste thuiswerkratio ter wereld hebben. Dus onze digitale infrastructuur is supergoed in Nederland. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat wij qua crisis er nog best wel goed uitkomen. Als je dan kijkt wat het verschil is in Nederland versus bijvoorbeeld Duitsland als je met B2B aan de slag gaat, dan zie je dat de Nederlander heel geneigd is om eigenlijk alles opnieuw uit te zoeken en daar nog niet echt een platform voor heeft. Dus gebruikt hij Google. Hè, op het moment dat je B2C hebt en je wil een warenhuis, dan ga naar Bol. Maar er is geen bol.com op het gebied van B2B dienstverlening. Dus begint je funnel via Google. Nou, dat is dus één voordeel waardoor je Google-positie zo belangrijk wordt. Ja. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld in Duitsland heb je het platform Werlieverd Was. En dat is gewoon een soort gouden gids. Die hebben wij niet meer. Dat is ooit om zeep geholpen door een groot mediabedrijf hier in Nederland. Ja. Ik denk nog steeds dat dat enorm veel potentie heeft, maar er is nog niemand opgestaan die dat gaat doen. Dus dat is de meest waardevolle tip. Bel maar als je het af hebt. Maar er is niet echt een platform waar je B2B-dienst inkoopt. En dus betekent dat voornamelijk begint via Google. En daar zijn wel vergelijkingswebsites en offertewebsites en dat soort zaken natuurlijk voor beschikbaar. Mm-hmm. Maar in Nederland is het nog wel redelijk de customer journey start via een zoekmachine. Juist. Ja. En dat is een verschuiving natuurlijk al een tijd gaande van offline, dus ook bij adverteren, naar online. Ja. En daar profiteert ook uiteindelijk ook van mee. Oh, absoluut, absoluut. Als je ziet wat de digitale transformatie meebrengt qua advertentiebudget, en dat trek ik hem ook even breed, niet alleen voor ons platform, maar gewoon even marktbreed, en dan zie je dat de advertentie-euro moeilijk inzetbaar is. Kijk, je kan radio adverteren, maar er gaat niemand meer met de auto naar werk. Je kan buitenreclame doen, maar er rijdt niemand meer langs die masten. Ja. Je kan in een magazine adverteren, maar die wordt bezorgd op het bedrijf en daar is niemand meer. Ja. Dus je ziet steeds meer dat offline marketing, en dat is gewoon op adformatie en op e-mails, dat iedere dag staan er weer artikelen die dat bevestigen. Je ziet dat die advertentie-euro verschuift naar online. En dan heb je een keuze, wat ga je ermee doen? En naar mijn mening heb je er twee oplossingen voor. Of je stort het bij LinkedIn af, wat effectief is en wat hartstikke goed werkt. Maar nu. En anders, dan ga je dus iets met een online magazine doen. Wel echt online georiënteerd. Kan je dat op deze manier doen. Ja, stoel je daar elke dag mee. Wat nou, hoe we onze advertentiebudgetten natuurlijk het beste kunnen inzetten. En dat is veel testen. Heb je daar ook nog insights in als je zegt, nou ja, als je 1000 euro adverteert, dan levert het dit op. Als je 1000 zo verspreidt, dan heb ik daar meer bereik mee. Of heb je, met je advertentie hebben bijvoorbeeld geen Google-voordeel. Heb je nog andere verschillen? Nee, ja, kijk, als de gouden tip is, zorg dat je je funnel af hebt. Dus maak een white paper. Zorg dat die white paper ook gewoon echt heel goed geschreven is. Dus ga niet daar onzin in vertellen, maar zorg dat je een mooie toegevoegde waarde qua informatie overbrengt. Ja. Dan, als je die white paper hebt, kan je met marketing automation kan je een hele mooie funnel gaan bouwen. Want die klant die is dus kennelijk geïnteresseerd in jouw product en die wil daar meer informatie hebben. Ja. Voor jou als bedrijf kost het relatief veel. Ik zal zo wat insights delen qua prijzen, maar kost het relatief veel om die te vangen via LinkedIn. Ja. En als je die helemaal gevangen hebt binnen LinkedIn, dan weet je dat die interesse heeft in jouw productgroep. Dus dan moet je ze, net zoals in een webshop, dat je de hele dag mailtjes krijgt van u bent jarig, 20% korting. Moet je ze gaan vullen met informatieve content. Dus je moet die funnel gaan maken en niet alleen een whitepaper maken, maar ook opvolgingsinformatie. Juist. Of trends. Hele funnel. Nou, als je dan dat advertentie-euro, die euro inzet, dan is de meest rendabele methode LinkedIn. Met zogezegd een white paper erachter en daarachter een mooi marketing automation programma. Ja. Als je dat goed doet, dan ben je ongeveer om en nabij tussen de 10 en 20 euro per lead kwijt. Ja. Om die downloads te doen. Dat heb ik al bij heel veel klanten gezien. Met LinkedIn kan je supergoed targeten. En dat maakt dat je alleen bij die specifieke doelgroep op de radar kan komen. Ja. En dan is het duwen.
gewoon zorgen dat je whitepaper gedownload wordt en daarna intern afhandelen. En dat is volgens mij waar jullie bij Rapanda heel veel tijd in steken en heel goed acteren bij klanten. Ja, zeker weten. Ja. Nee, dat is zeker dat is ongeveer de core. En dan wil ik eventjes naar de meest gemaakte fout in B2B influencer marketing gaan. Heb je iets waarvan je zegt, jeetje jongens, doe dat nou niet. Dat zie ik elke keer misgaan. Ja, daar heb ik er wel twee. En één is, zorg dat je funnel op orde is. Dus dat hebben we al duidelijk een aantal keer aangestipt. Ja. Zorg dat je gewoon je website af hebt, mooie. Het gewoon mooi is. Want je leidt het eigenlijk naar je website toe, dus dat moet gewoon top zijn. Ja. Maar wat je ook nog wel ziet, is dat, kijk, budgetten online en offline zijn wel wat anders. Dus, en ik begin een beetje te lachen, want dat zie ik dus af en toe in hulp gebeuren. Dan zie je iemand in één keer de offline budgetten besteden op een online campagne. Okay. Ja, dat is wat veel, zeg maar. Kijk, natuurlijk gun ik iedereen zoveel mogelijk omzet. En ook onze publishers, maar maak wel even een planning. Dus ga niet zeggen, joh, ik ga publiceren en ik doe al die labels in één keer. Ik zou dat een beetje gestaag opbouwen. Dus dat je iedere maand een label... Dat het te veel budget is, wat in één keer allemaal tegelijk ingezet wordt. Ja. Dus spreiding is jouw... Ja, spreiding. En planning. Ja. Dus maak er een contentplanning van en maak er een contentplan bij. Ja. En als je echt haast hebt, dan moet je het gewoon doen hoor. Maar, en als je een eenmalig event hebt, dan moet je het ook gewoon doen. Want je kan natuurlijk niet, stel dat jij voor een groot business event straks na corona wil gaan werven. Ja, dan zal je daar geen 12 maanden voor uittrekken, maar misschien 3. Ja, dan zal je toch wat sneller moeten gaan. Maar het achterliggende idee daarachter is ook dat een B2B beslistermijn lang is. En dat je dus langere tijd meerdere touchpoints wil hebben. En niet alles in één week gepubliceerd wil hebben en daarna niks meer. Dat zit er ook achter, toch? Ja. Ja, en dan kan ik ook wel uit eigen ervaring spreken. Mensen kennen Blauwe Monsters misschien ook wel van de radio. Doordat wij heel veel hebben gesaaid op lange termijn. Met goede content, met goede strategie, met offline, online gecombineerd en dan steeds speldenprikjes uitdelen op verschillende kanalen. Ja, dat is de meest effectieve methode. Dus, ja. Alleen wel, dat was voor corona, dus radio was toen ook een stuk effectiever dan dat het op dit moment is. Oké, als je nu een kijkje in de toekomst neemt, waar gaat het allemaal naartoe? Waar gaat Hulk naartoe? Waar gaat de wereld naartoe, wou ik zeggen? Dat wil je filosofisch. Maar de online adverteerderswereld bedoel ik dan? Ja, nee, ik zit met de achtergrond De Berg. En ik denk dat we qua digitalisering, qua B2B-marketing pas echt aan het begin, of helemaal onderaan De Berg staan. Dus de markt van het binnenhalen van je leads via je website, dat is nu nog zo en dat wordt vele malen groter. Ja. De rol die digitale agencies daarin gaan spelen, die is enorm, omdat al die kennis is geclusterd bij een klein groepje mensen. In de markt is dat niet zomaar te realiseren. Dat je zegt, ik zet een advertentie op Indeed en ik heb een top online specialist, een growth hacker, een SEO specialist, een ad specialist. Nou, dat is niet te doen, die zijn daar schaarste. Ja. Dus bureaus die profiteren daarvan in de zin dat die kennis daar wel bij een groep mensen zit, dus die kan ingekocht worden. Dus ik verwacht dat groei met zich meebrengt. Ja. Als je naar Hulk kijkt, dan specifiek, dat staat echt nog in de kinderschoenen. Als je ziet hoe groot de groei, wij zijn begin 2019 met elkaar begonnen. En de groei is nu al over de 300% in 12 maanden gerealiseerd. En het aantal labels neemt toe, het aantal publishers neemt toe, het aantal transacties schiet door het dak. Dus ja, dat staat nog in het begin, terwijl de groeicurve enorm is. Ja, precies. En Duitsland is de volgende stap. Exact. We zijn nu bezig met Hulk helemaal te vertalen, want het was gewoon helemaal het Nederlands. Vonden klanten soms ook wel een beetje lastig. Nederlands is toch een beetje een rare taal. Ja. Dus er wordt nu de laatste hand gelegd aan Engels en Duits. Dan zal Hulk op termijn ook verplaatst worden naar een .eu-domein. En dan zal de content ook in Nederlands, Engels en Duits aan de voorkant aangeboden gaan worden. En dan gaan we die markt ook besturen. Ja. Ja, gezonde ondernemende spanning heerst daar op dat vlak. Want
ja, je weet natuurlijk nog niet of ze in Duitsland ook zo enthousiast worden wat wij hier in Nederland hebben gedaan. Nou, mooie stap. Je bent wel enigszins bekend met de Duitse markt qua SEO, dus niet helemaal een sprong in diepe. Ja. Als zo'n platform ook aanslaat, dat wel. Precies. En of de markt, kijk, Hulk bestaat ook al sinds 2017. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk ook wat leerjaren. In Nederland heb je ook gezien dat de groei maand op maand, die is ontzettend hoog. Dus je moet uiteindelijk dat bereik creëren. En als je dat bereik creëert, ja, wat ik net noemde in aantallen, ja, dan beginnen we gewoon in Duitsland met nul marketeers. Gelukkig wel al 8000 potentiële publishers. Dus we hebben wel meteen aanbod vanaf dag 1. Maar ja, we moeten ook wel klanten hebben die dat willen afnemen. Dus. Ja, juist. Oké. Dan zou ik Hulk inzetten voor de promotie. Dat werkt goed, heb ik gehoord. Schijnt een goed platform. Nice. En hoe kunnen mensen jou bereiken, is mijn allerlaatste vraag. Wat is het makkelijk? Als ze nog vragen hebben over Hulk, of jou willen inzetten met al die expertise die je hebt? Ja, nou ja, goed. Natuurlijk uiteraard LinkedIn. Daar ben ik ook redelijk zichtbaar. En daar post ik gewoon heel veel op. Ook heel veel leuke content. Vanuit Blauwe Monsters doen we iedere week een inhoudelijke post met een tip of een marktontwikkeling. Ja. Dus Dennis Stokman op LinkedIn. Ja. Verder Blauwe Monster, website, op Hulk. Nou, daar krijg je me niet te zien. Misschien sta ik wel eens op een van die foto's. Jij ook, volgens mij. Ja. Maar als je me echt wil bereiken, dan of de weg LinkedIn of de weg Blauwe Monsters. Dat juist, heel goed. Top. Allright, Dennis, dan wil ik je bedanken. En dan zie ik je wel weer op Hulk. Precies. Dankjewel, man.